Yes. Nou, welkom bij Wandelen met Sof, de podcast. Als jullie de podcast van Patrick Kikken hebben geluisterd, dan hebben jullie al een heel deel van mijn verhaal gehoord. En we gaan nu hier verder op mijn podcastplatform met Patrick Kikken om te horen hoe hij in het voedingsverhaaltje staat. Ja. We hebben hier al wat supplementen voor ons staan. Die Patrick, slik je ze dagelijks? Nee, ik ben ermee gestopt, want ik durf niet meer. Ik kreeg er last van, om het maar zo te zeggen. Dus ik ben eens benieuwd. Als jij er hier nou, dit is van het Kruidvat AZ Multicompleet. Ja, nou ja, ik heb meestal al inderdaad met de Kruidvat Hema aan de etels gaan mijn haren overeind. Waarom? Nee, het is eigenlijk vaak voornamelijk een belasting meer voor je lichaam. Ah. En dat komt door de verschillende formules die worden gebruikt. Dus die chemische verbindingen die in de supplementen worden gestopt. Nou ja, die kunnen er dus voor zorgen dat die belasting dus optreedt. En dan kan je dus denken bij bijvoorbeeld B6. Als je hier kijkt, zie je pyridoxine hydrochloride. Nou, pyridoxine, dat is een vorm van B6 dat kan stapelen in ons lichaam. Dus waarbij je dus inderdaad vaak in het nieuws hoort bij sporters B6 te hoog, neuropathische klachten. Dat kan dus echt komen door een pyridoxine. En bijvoorbeeld een P5P, dat is een pyridoxaal 5-fosfaat. Dat is een bioactieve vorm van B6, waardoor het niet stapelt en makkelijk weer afgebroken kan worden als het een teveel is. Dus daardoor, ja, kijk, en heel veel mensen die weten dit niet zo heel erg goed, van ja, waar moet ik dan op letten? Maar die B6 is dus echt wel een dingetje waar je in supplementen al op kan lezen van, is het nou een goed supplement of is het een minder goed supplement? Waarom mogen zij dat verkopen dan? Ja, het is wel een zeg maar, tot een bepaalde hoogte heeft het geen toxisch effect voor ons lichaam. Dus het kan zeker niet veel kwaad of acuut iets doen. Of dat is met medicatie ook. Er zijn ook bijwerkingen aan verbonden. Tuurlijk. Dus vandaar mogen ze het wel gewoon verkopen. Alleen als je kijkt naar wat is beter voor mijn lichaam en hoe wil ik mijn lichaam ondersteunen, ja, dan kan je dat beter niet doen met dit soort suppletie. Ja. Als we bijvoorbeeld ook kijken hier naar magnesium. Dan zie je hier magnesiumoxide staan. Ja. En dat is een anorganische vorm van magnesium. Organische vormen zijn bijvoorbeeld bisglycinaat, tauraat, citraat en malaat. Waar zit dat in? Dat zit dus bijvoorbeeld ook in sommige supplementen. Mm-hmm. En bijvoorbeeld de tauraat is meer op de ontspanning. De bisglycinaat is wat meer allesomvattend. De citraat meer op de hartgezondheid. En een oxide, dat is een anorganische vorm. Dat wordt niet goed opgenomen, net zoals die pyridoxine bij B6. En dat zorgt er dus eigenlijk voor dat wij meer gaan laxeren. Magnesiumoxide wordt bijvoorbeeld ook in het ziekenhuis aan mensen toegediend om een laxerend effect aan te zetten. Je gaat meer poepen. Dus je gaat meer poepen. En je kan je voorstellen wat er dan mee gebeurt. Dus dat gaat dan gewoon van mond tot kont. Wordt niet opgenomen. Nou, dan gaat dit niet de prullenbak in, dat vind ik zonde. Ja. Maar wat ga je er dan wel mee doen? Ja, wat ga ik er wel mee doen? Aan iemand geven die je niet zo lief vindt. Ja, want dit is echt geen leuk cadeautje voor iemand. Nee, ik zou dit echt wel weggooien. Maar advocaat van de duivel spelend, dan zullen mensen zeggen, ja, jij verkoopt zelf zeker ook supplementen. En dan zul jij waarschijnlijk de betere supplementen verkopen. Nou, dan voor dit. Mij mag je het ook bij Vitamin Store kopen. Bijvoorbeeld een Solgar is eigenlijk al veel beter. Wordt ook bij de Ethos verkocht volgens mij. Ja. Viridian is het vegan zusje van Solgar. Vitals is een goed merk. Vitakruid is een goed merk. Oké, okay. Het gaat hier ook niet om de business. Nee, maar in die zin van, daar kan je wel al, zeg maar, door deze twee dingetjes die ik net heb gezegd in de gaten te houden, kan je eigenlijk al wel zien of een supplement goed of niet goed is. Het leek zo goed. A tot Z compleet, weerstand. En dan heb ik deze nog, A tot Z energie support. Zit hier nog iets anders in? Want die heb ik wel veel geslikt. Even kijken. Daar heb je dus ook weer die pyridoxine van de B6 die erin zit. Je hebt ook weer die magnesiumoxide die erin zit. En bijvoorbeeld vitamine C. Vitamine C is wel bijvoorbeeld een supplement wat je heel goedkoop kan kopen en alsnog goed is. Ja. Daar zit dan een ascorbinezuur in. Alleen als je heel veel van die vitamine C neemt in een ascorbinezuur. Nou, dat zegt het al. Dat maakt het lichaam zuur. Hebba. Dat wil je ook niet. Als je maag-darmklachten bijvoorbeeld hebt, dan kan je heel erg last van maagzuur krijgen. Dus ik heb echt het idee dat misschien dit potje van de Kruidvat mij gewoon richting de huisarts gejaagd heeft. Want wat voor klachten ervaarde je als je dit soort dingetjes nam? Nou ja, ik heb het idee dat daardoor mijn darmen veel meer kabaal gingen maken, opgezet werden. Ja. Want er zit denk ik dan misschien ook bijvoorbeeld bepaalde stoffen. Dus nog van die vulstoffen kunnen er nog in zitten. Die dat ook, even kijken, wat staat er? Ja, vulstof, vitamine, glansmiddel. Waarom zou je glansmiddel in een supplement willen? Talk, kleurstof. Ja, dat zijn gewoon dingetjes die niet bevorderlijk werken ook voor die darm. Die belasten Dankjewel. Die darm eigenlijk. Nu weet ik het zeker. Ja, ik had al zo'n vermoeden. En
Patrick, jij hebt die supplementen in huis gehaald. Wat is eigenlijk de reden dat jij dacht van, nou, ik wil wat supplementen? Of, Dat vind ik een heel goede vraag. Het komt erop neer, omdat ik niet altijd even gezond eet. En dan hoop je het met een pilletje op te kunnen lossen. Ja, nu heb ik mijn vitamine C binnen. Ja, nee, nu is dat maar weer geregeld. Ja. Je hoopt je lichaam te helpen met die pillen, maar dat doe je dus niet. Nee, ja, sowieso eigenlijk niet met dit soort merken of in ieder geval verbindingen. Maar wat het ook is, het gezonde voedingspatroon, dat hoort eigenlijk de basis te zijn van jouw gezondheid. Ja, of dat is niet met een pilletje lichaam te fingeren. Nee, want zodra jij eigenlijk bijvoorbeeld overwegend niet voedzaam eet, dus wat meer belastende voeding eet. Noem eens wat op. Veel broodmaaltijden, wit brood bijvoorbeeld, veel suikers. Pasta, als je witte pasta eet bijvoorbeeld, je wel, ja. Dus volkoren pasta is dan alweer beter, omdat die vezels er ook wat meer in zitten en die suikers niet zo hoog komen in dat lichaam. Ontstekingsremmen of ontstekingsbevorderende voeding, omega-6 voeding, bijvoorbeeld veel pinda's. Ga zo maar even door. Dus als je heel veel overwegend van dat soort producten eet, dan moet dat lichaam zoveel oplossen. En in onze vorige podcast, in jouw podcast, hadden we het al even over het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Ja. En ja, je helpt dat herstel niet als je het steeds belast. Dan kan dat lichaam ook niet terugkomen in dat herstel. Nee. Snoeptomaatjes. Ja. Goed of niet goed? Zeker, goed. Deze kunnen op de stapel goed. Maar er zit er kan ook mensen met een histamine-intolerantie bijvoorbeeld. Heb je daar wel eens van gehoord, histamine? Nee, histamine, dat is bijvoorbeeld het stofje wat vrijkomt bij een allergische reactie. Dus als iemand, ben je ergens allergisch voor? Stof misschien een beetje. Ja, dus dan wordt het een beetje jeukerig, snotterig. Nou, dat is eigenlijk histamine wat dan vrijgemaakt wordt door de mestcellen. En die histamine, die kan ook in voeding zitten. Dus bijvoorbeeld in tomaten, in aardbeien, in geelwortelpoeder. Dus mensen die met die kurkuma shotjes en sapjes. Nou, er zit ook heel veel histamine in. Alles wat uit de grond komt of zo. Nee, het is een beetje het ezelsbruggetje voor histamine is hoe ouder het product, hoe meer histamine het bevat. Dus oude kaas, gefermenteerde producten, yoghurt, bepaalde fruit- en groentesoorten. Dat is een beetje wat lastiger. Maar hoe ouder het product, hoe meer histamine, hoe jonger. Dus jonge kaas, hutekees, ga zo maar door. Dat is veel lager in histamine. En je moet het eigenlijk zo zien. Ons lichaam is een soort van, of in ieder geval een emmertje. En dat emmertje, daar zit sowieso al wat van die histamine in. Dus daar zit al, we zitten al gewoon vol met histamine. En wanneer jij histamine niet goed kan afbreken, en dat is vaak het geval bij een histamine-intolerantie, dan gaat dat emmertje, dat stroomt voller door de voeding bijvoorbeeld. Dus door tomaatjes te eten en aardbeidjes. Voller, voller, voller. En op een gegeven moment, dan loopt dat emmertje over. En dan krijg je dus histamine-achtige klachten. Dus een beetje dat snotterigere, dat hooikoortsachtige. Dus als jij daar klachten van hebt en bijvoorbeeld vaak wakker wordt met een beetje een snotneus of een beetje wattig, ja, dan kan het dus wel niet heel goed zijn om dan meteen tomaatjes te gaan eten. Oh, en druiven. Hier staan witte druiven. Er zit veel suiker in, heb ik me laten vertellen. Zeker, ja. Maar alles moet wel in balans zijn, hoor. Dus ik bedoel, als je wat druifjes eet en verder gewoon voldoende gezonde vetten en eiwitten op een dag eet, havermoutje, noem het maar op, dan moet je gewoon lekker druifjes kunnen eten. Ja. Terwijl het lijkt alsof je hiermee al gezond bezig bent, hè, met druiven. Maar dat is ook dat balans, hè. Te veel druiven. Als jij elke dag zo'n bak druiven weggeet, kijk, een keer wat druiven, dat is niet erg. En dat is die variatie ook die zo belangrijk is. Ja. Want eet jij gevarieerd? Ja, wat is gevarieerd? Je bedoelt de ene dag McDonald's en de andere dag Burger King? Ja. Zou kunnen. Ja, dat is gevarieerd. Nee, maar in de zin van gezonde voeding. Kijk je bijvoorbeeld van, heb je een paar groentes die je heel lekker vindt en dat maak je dan altijd? Of, nee, ik verheug me altijd als we groenten eten, zeg ik maar, mijn vriendin en ik. Maar we zijn ook wel van de makkelijke, weet je wel. Ja. Er wordt wel gewoon ook pasta gemaakt voor 6 man. En dan eten we daar voor met z'n tweeën 2 dagen van. En dan gaat voor 2 personen gaat nog de vriezer in. Mm-hmm. Omdat, ja, mijn vriendin heeft een paard. Is altijd druk met de paard. Ja. Ik ben altijd druk met mijn hele heisa. Het ontbreekt bijna aan de tijd en de energie om echt iedere dag gezond te koken. Hè? Ja. Je gaat toch meer van de makkelijke weg. Ja. En wat vind je dan makkelijker aan bijvoorbeeld het maken van een pasta of bijvoorbeeld een soep of een goed gevulde salade of oven uit de groenten met een kippetje erbij? En ja, heerlijk. Waar je ook 6 bakjes van kan maken. Nou, misschien is het ook een kwestie van je moet weer die supermarkt in. Ja.
paar keer per week. Het is ook weer die gewoontes, hè, denk ik. Je bent gewend gewoon één keer in de week boodschappen te doen en het daar dan mee te redden of zo, ja, weet je wel. Ja. En maar ja, groenten moet je natuurlijk wel vaker voor naar, ja, naar de supermarkt. Vers kopen inderdaad. Ja. Of dan heb je weer niet de groenten waarmee je het gerecht wilde maken. Ja, ik zeg eigenlijk vaak ook tegen cliënten van, het is sowieso allereerst een gewoonte. Dus waarin jullie gewend zijn van, oké, even makkelijk die pasta, want dan weten we dat recept van. Ja. Is het ook vaak gewoon één keer, bijvoorbeeld als je zegt afspreekt in de week, elke maandag probeer ik een nieuw recept. Ja. Zo maak je hem klein. Zo ga je wel dat nieuwe recept proberen. En kan je die wel in je systeem krijgen. Waardoor je de andere keer denkt van, oh ja, die groente uit de oven met dat kippetje erbij. Die was echt super makkelijk. En die heb ik toen geprobeerd. Oh, die ga ik nu een keer op dinsdag maken. Ja. Dus zo krijg je die wel wat makkelijker erin. Ja, want het heeft veel met gewoontes inderdaad te maken. Ja. We zaten wel over dat HelloFresh na te denken. Ben jij daar een voorstander van? Ja, op zich wel. Zeker als je moeite hebt met die gewoonte dus te maken. Ja. Of dus het lastig, die drempel te hoog te vinden om voor gezondere voeding te kiezen. Dan kan zo'n HelloFresh echt wel goed werken. Want die producten zijn meestal wel vers. Zit meer groente in. En je kan volgens mij ook nog een beetje kiezen vegetarisch, wel vlees. Dus daar kan je misschien ook nog een beetje mee variëren. Hmm. En daar word je wel weer op ideeën gebracht. Dus daar krijg je ook weer inspiratie van. Waardoor je misschien de volgende keer denkt van, oh, we hebben de HelloFresh hebben we niet. Maar ik weet nog ongeveer wat erin zat. Laat ik het even gaan kopen en dan gaan we het maken. Ja. En diepvriesproducten, heb je daar ook nog tips voor? Diepvries is heel goed, want het is langer houdbaar plus vers. Dus ja, daar ben ik zeker wel voorstander van. Ik zelf maak bijvoorbeeld ook wel eens een couscoussalade. En dat is gewoon letterlijk de couscous wellen in een bakje met kokend water. En dan gooi ik daar heel veel doperwten bij wijze van spreken. Dus nou, dan heb je dat ook zo klaar. Dus ja, dat is echt geen moeite. En die maaltijdsalades van de Jumbo en de Albert Heijn, ben je daar voorstander van? Niet echt. Ja, het lijkt gezond. En dat is dus altijd, we hadden het in de vorige podcast bijvoorbeeld ook over die ingrediënten lezen. Doe ik dat dan altijd? Nee. Maar bij van die salades bijvoorbeeld, daar staat ook in hoeveel suikers er bijvoorbeeld aan wordt toegevoegd. Ja. En aan die dressings bijvoorbeeld wordt vaak suiker toegevoegd. Of zo'n kippetje wordt gemarineerd in suiker. Waardoor het toch beter is om echt wel vers die salades te maken. Maar ik kijk dan wel naar de calorieën en dan denk ik, hey, maar 500 calorieën van salade, denk ik dan. Ja, en dat is dus zo'n maatschappelijk concept wat zo in ons hoofd zit, van dat gezondheid echt gaat om calorieën, veel eiwitten, dat we in die macronutriënten goed moeten zitten. Terwijl, naar mijn mening, gaat dat zo over dat balans. Dus je kan niet aan één maaltijd zien of het goed of slecht voor je is. Net zo min dat je bijvoorbeeld één gezonde maaltijd jou gezond maakt, maakt één ongezonde maaltijd jou ook niet ongezond. En ik ben gewoon veel meer van mening dat je moet kiezen voor kwalitatief verse goede producten die jouw lichaam dienen in plaats van belasten. Ja. Ja. En wat zijn dat dan? Alles wat hier ligt, wortelen. Ja, dit bijvoorbeeld wel inderdaad. Dus paprika, wortelen, appels, inderdaad alles met schil ook. Want daar zitten juist die vezels en ook veel vitamine in. Paprika, dus groente, fruit. Dat is eigenlijk wel overwegend wat jouw voedingspatroon zou moeten omvatten. Dus eigenlijk bij elke maaltijd adviseer ik wel vaak om een stuk groente te nemen. Dat kan je bijvoorbeeld in een smoothie doen door bijvoorbeeld al een hele courgette toe te voegen. Of wat wortel in je havermout. En dat klinkt allemaal heel gek, maar het is ook een beetje gewenning. Maar uiteindelijk vind ik het dus zelfs ook heel lekker. En als dat niet lukt, misschien bij twee maaltijden te beginnen om groente toe te voegen. Ja. Ja, maar je was niet zo van de shakes, toch? Las ik ergens. Nou, shakes zeker wel. Oh. Alleen moet je wel goed kauwen, want die spijsvertering wordt al in de mond aangezet. Ja. Maak jij wel smoothies of? Of iets? Een milkshake is geen smoothie, nee, hè? Maar je kan dus wel milkshakes maken. Ja. Ja. Ja, dus dat is. Dus het begin is er. Het begin is er onder een smoothie van te maken. Nee, verdenk je wel. Nee, we kopen wel eens van die soeper die dan eerst. Die moet je eerst aanfruiten. Mm-hmm. Daarna moet het gekookt en dan gaat het de blender in, toch? Zijn van die soepjes. Of zo'n soeppakket. Weet je wel? Ja. Nou, dat is toch ook een soort. Oh, maar die vind ik super, van de Albert Heijn bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat is gewoon heel goed. En dan kan je bijvoorbeeld er wel nog voor kiezen of je je eigen bouillon toevoegt of niet. Want nou ja, daar is ook nog weer wat over te zeggen. Ja. Maar voor heel veel mensen is gewoon het begin van een gezond voedingspatroon, zeg ik vaak, ga gewoon in die structuur beginnen. Gewoon 3 goede voedzame maaltijden per dag. Meer groente toevoegen aan je maaltijd. En dat is eigenlijk al de eerste stap. En wat is dan de tweede stap? De tweede stap is wat mij betreft meer variatie ook. Dus echt erover na gaan denken van, oh, oké, nou, ik merk dat ik dit nu, dus die structuur wat meer onder de knie krijg. Hoe kan ik dan afstappen van elke dag dat bakje yoghurt naar wat meer variatie? Want die
darmen en ons lichaam heeft echt een hele grote verscheidenheid aan voedingsstoffen nodig om te werken. Dus niet elke dag dezelfde. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk voor mij wel echt de tweede stap, ja. En hoe is het eigenlijk gesteld met het voedingspatroon van de gemiddelde Nederlander? Wat ja, kom niet jij zo tegen? Heel erg best. Nee, ja, en ik denk ook echt wel dat dat heel erg komt omdat gewoon mensen niet de kennis hebben over waarom ze zoiets zouden moeten doen. Want als jou dat nooit geleerd is of jij weet niet waarom iets beter is dan dat andere, ja, of waarom je meer van dat zou moeten eten dan dat andere, dan ja, dan kan je het ook niet weten. En dan kies je dus wel meer voor de wat jij lekker vindt of wat je prettig vindt, wat ja, makkelijk is. Mogen ja, we ook de veel te haastige maatschappij daar de schuld van geven? Want als je toch al, je hebt twee kinderen aan je rok hangen, je moet naar de zaak. Nou, nu mag je gelukkig thuis ja, werken, maar je moet werken. Er blijft zo weinig tijd over, hè, om je eens even lekker de hele dag bezig te houden met wat gaan we vanavond eten. Ja. Het lijkt een soort noodzakelijke bijzaak geworden of zo. Ja, nee, dat is ook echt zo. En dat is ook waarom ik al zei van ja, die lat ligt al zoveel hoger voor ons, waardoor we ook meer behoefend zijn, meer voedingsstoffen nodig hebben. Dus dat is ook alweer een dingetje. Maar ik geloof er gewoon heel erg in dat je sowieso altijd belangrijk om eerst ruimte te maken in jouw leven. Of wanneer je dus iets wilt of iets als prioriteit wilt stellen, dan moet er ruimte voor zijn. En ik geloof dat als jij iets als prioriteit stelt, dat je daar altijd ruimte voor kan maken. Maar dan zullen andere dingen misschien net even wat meer moeten wijken. En we zien ook veel dat mensen op social media zitten of dit of dat, of tv kijken. En ja, dan denk ik van ja, je kan wel bijvoorbeeld dat half uurtje nemen om jouw lunch van de volgende dag te bereiden. Of om daar even over na te denken alleen. En soms is het dan wel de keuze om voor de makkelijke weg te gaan. Maar ik denk ook wel dat er genoeg momenten zijn waarin je wel kan nadenken van oh, ik kan het even zo en zo doen. Het heeft natuurlijk ook veel met je partner te maken. Ik neem aan dat jouw partner met wie jij samenwoont, die is ook gezond bezig, toch? Nou ja, ik heb toevallig een podcast met hem opgenomen. Twee podcasts geleden. Ja? Hij kwam van de bolletjes smeerkaas. Wat nam hij nog meer vaak? Ja, gewoon, hij is gewoon ook wel echt van het gemak. Lekker snel. Broodje. Ja. Broodje van de slager. Heerlijk. Hou er ook wel van. Maar ja, we hebben daar toch wel een beetje, zijn we erin gefuseerd. Dus misschien ben ik wel wat meer gaan loslaten door hem. Ja. En is hij wat meer gezonder gaan eten door mij. Is hij door jou afgevallen? Nee. Nee. Nou, coronakilo's, dat oh, ja, is okay. We blame it on de coronakilo's, ja. Ja, nee, het, ja, nee, hij is wel echt gezonder gaan leven. Daar ben ik heel blij. En dat is ook voor mij het allerbelangrijkste. Dat mensen lekker zich in hun vel voelen, dat ze zich goed voelen, fysiek gezond zijn, zich energiek voelen. En dat is zeker bij hem wel echt verbeterd. Dus cool, dat vind ik heel goed, ja. En wie doet de boodschappen meestal? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, hij kookt het meest. Hij kookt het meest, ja. En hij doet ook de meeste boodschappen. En dat komt eigenlijk omdat ik het gewoon best wel, ja, de laatste tijd best wel druk heb in de praktijk ook. En ja, we hebben gewoon eigenlijk een beetje de soort van de afspraak, gewoon die 5 dagen door de week. Ze is gewoon gezond, gevarieerd, veel groenten. En dat is een beetje een structuur die we nu hebben waar we ons prettig bij voelen. In het weekend. En in het weekend is het lekker los. Ja. Cheat. Ja. Ja, en ook niet echt cheat. Het is meer van ook daarin kan je dat balans opzoeken. Dus daarin kan je ook denken van nou, ik sta lekker op, ik maak mijn smoothie, ik ga 's middags neem ik lekker mijn crackertjes of een salade of een soep. En dan 's avonds komen er vrienden en gaan we lekker borrelen. Dus je hoeft niet je hele dag, zeg maar, helemaal overboord te gooien of aan te passen. Doe ook waar je goed bij voelt. De ene keer is het wel bij mij ook. Ik ga even een chocoladecroissantje halen bij Le Fourniel, want die zijn het allerlekkerst. En dan, weet je, dan bitterballen bij de lunch en dan daarna wel ook nog borrelen. Weet je, dat zijn ook dagen. Ja, ja. We hebben het eigenlijk nog niet over alcohol gehad. Ja, alcohol. Je hebt het over borrelen. Ja, ja, ik drink, ja, zelden. Drink jij? Nee, zelden. Vind je het niet lekker? Of? Ja, mijn vader die dronk graag. Dus bij mij heeft alcohol een soort beetje een negatieve associatie. Ja, ik ben nog nooit dronken geweest in mijn leven. Ik weet niet wat ik mis. Ja. Maar beter ook, hoor. Ja, misschien toch. Maar hoe ga jij daarmee om dan? Gaat er zo een fles wijn doorheen op een zaterdag? Of? Nou, kijk, laten we vooropstellen dat alcohol gewoon niet goed is voor het lichaam. Ik bedoel, dat is gewoon algemeen bekend. Maar alcohol kan
voor mij, tenminste wat het voor mij betekent, is het wel bijvoorbeeld ook ontspanning. Ik geniet echt van mijn glaasje wijn. Ik hou er echt van. Ik vind het heerlijk. Rood of wit? Alle twee, alles. Bubbels. Nee, dus ik ben wel, ik hou echt wel van een wijntje. En daar kan zeker soms een flesje doorheen gaan. En bij mij is het gewoon wel meer van, oké, dat bewustzijn er rondom. Van, oké, wil ik vanavond drinken? Voel ik me daar prettig bij? Heb ik daar zin in? Ja, als ik daar zin in heb, geniet ik er lekker van. Ja. En de volgende dag neem ik wat extra water, bleekselderijsapje, noem het maar op. Ja. Ik vind juist ook dat loslaten, dat daardoor hou je die structuur ook gewoon vol. Door jezelf niet frustrerend van alles te ontzeggen. Van, dat mag ik niet, of dit wil ik niet. Of ik moet dit eigenlijk niet doen, terwijl ik het wel wil. Ja, dat werkt niet. Dus jezelf niks verbieden. Nee, en in de zin van, kijk, als jij geen alcohol drinkt omdat je dat niet lekker vindt of omdat je dat niet wil, dan moet je dat ook niet doen. Dan is dat ook een bewuste keuze. Ja. Maar bijvoorbeeld voor jou de Oreo-koekjes, ja, dat kan ook een ding zijn van, ik ga even lekker loslaten, kies ik even lekker om die koekjes te nemen. Maar ik heb niet zozeer dat binge eten. Dat weet je, ik kan na twee koekjes daar al wel echt weer zat van hebben. Ja. Dus dat is wel fijn. Dat is alweer winst, hè? Ja, dat doe je goed. En over het algemeen met jouw voedingspatroon, heb je het gevoel dat je een bepaalde structuur hebt of dat je een bepaald balans daarin hebt? Nee, dat zou ook wel beter kunnen. Want ik bijvoorbeeld vandaag, dan weet ik dat jij komt. Dus dan heb ik ik ontbijt pas als ik het interview met jou heb voorbereid. Ja. Ja, een banaan had ik dan opgegeten, geloof ik. Dus je hebt nu alleen een banaan op? Nee, ik heb daarna, voor je kwam, heb ik wel nog wat pasta salade gegeten en en zo'n bakje, ik weet niet of je daar fan van bent, melk met van die dingetjes erin. Oh, van die Furt van Vla dingetjes. Nee, wel gezond volgens mij. Ik kan ze daar, van die rondjes. Melk vast van een soort cornflakes achter, maar dan rondjes. Oh ja, maar koop je dat dan gewoon, zeg maar zo? Dus of heb je gewoon yoghurt of in zo'n pak? Ja, nee, dat zou ik dan even moeten bekijken. Maar het gaat er voor mij voornamelijk om inderdaad dat je weet wat bepaalde producten doen, waardoor jij dus wel je eigen keuze zo kan maken van, oké, wil ik dat wel of wil ik dat niet voor mijn lichaam? Ja. Dat is, het begint natuurlijk ook allemaal met hoeveel vind ik mezelf waard, denk ik, hè? Ja, nou ja, meer denk ik ook van dat, onder andere ook wat jij zegt, maar ik denk ook van, ja, inderdaad, waardoor ben ik gestrest bijvoorbeeld? Of hoe voel ik me? Of hoe lekker zit ik in mijn vel? En wat jij zegt, als jij jezelf minder waardig voelt, dan ga je ook minder goed voor jezelf zorgen, omdat je jezelf onderschikt. En bijvoorbeeld meer meedoet met de stroom van, even makkelijk broodje halen, prima. Maar niet nadenkt van, vind ik dat nou wel lekker? Of doet dit nou mij goed? Ja. Soms denk ik daar wel, ik zie wel ook mensen om me heen daar helemaal in doorslaan. Een vriendin kan ook of het gewoon helemaal laten versloffen, zullen we maar zeggen. Hè? Of ze is er echt extreem mee bezig. Nog net niet alles aan het afmeten en bijhouden in een app. En dat ik denk, dat is volgens mij ook niet gezond, toch? Nee, nou, dat is ook stress. Dat is ook weer frustratie, die controle willen houden. Als je die controle niet houdt, nog bozer op jezelf zijn, want het is niet gelukt. En dat is dus ook waarom ik zeg van, dat ik in het weekend dan lekker mijn wijntje neem of dan even het lekker loslaat. Dat is alleen maar gezond, omdat het niet, kijk, het ene is niet goed of het ander is niet fout, maar het is een beetje dat balans. Waarin voel jij je in balans? Ja. Nou, als er één ding is waar ik wel vanaf, want je laat nu het woord controle vallen. Ja. Als er één ding is waar ik wel vanaf zou willen, is dat ik het echt bijna niet voor elkaar krijg om eten weg te gooien. Nu heb ik trouwens eerder met een diëtist over gesproken, die vrouw van nooit meer op dieet. En die zei, maar dan gebruik je dus je lichaam een prullenbak. Als je het allemaal maar op zit te eten. Ja. Maar ja, ik weet niet zo goed waar dat vandaan komt. Want ik heb genoeg te besteden. Het is niet dat ik omkom van de honger. Maar ik krijg het gewoon niet voor mekaar om iets weg te gooien. Ja. Ik vind dat zo zonde. Ja. Net zoals die supplementen inderdaad. Hè? Ze staan hier, maar je gaat ze niet wegdoen. Nou, ja, toch wel. Ja, misschien. Ja, nee, ik snap wat je zegt. En ik ben ook wel echt zo van, ik vind het ook heel zonde om eten weg te gooien. Alleen ik denk dat dat dus ook weer start in die supermarkt. Bewuste keuzes maken. Ja. Waarom koop ik 3 pakjes koeken? Of ga ik nu deze keuzes maken en stop ik dit in mijn mandje? Want ga ik dat opmaken? Ja, als je dat allemaal koopt, dan is het inderdaad zonde om dat allemaal weg te gaan gooien. Al geloof ik wel dat het dan beter is om dat alsnog te doen. Want wat die mevrouw zei, je lichaam is dan een prullenbak. Dat is zeker waar. Maar wanneer je juist meer groente in huis haalt, meer die volkoren graanproducten of glutenvrije graanproducten, of die, neem het,
dan is het inderdaad zonde om weg te gooien. Want dat zijn gewoon goede dingen voor je lichaam. En dan kan je daarmee gaan werken. Van oké, dan heb je die groente in je la, maar je wilt het niet weggooien, dus dan ga je het maken. Ja. Dus dan ga je ook weer automatisch gezonder eten. Ja, dat is waar. Ik weet niet, ken jij Too Good To Go? Ken je die app? Ja, dat is dat je dan bij bepaalde restaurants volgens mij dingen kan halen Tegenwoordig ook bij supermarkten. Dan krijg je gewoon een tasje. En dan zitten producten in die anders weggegooid zouden worden. Ja. Maar ze hebben nu tegenwoordig, daar komt dit trouwens allemaal uit vandaan. Ze hebben ook een groentebox. En dan haal je gewoon voor €3 of €4 een groentebox. Met groenten die dan zogenaamd over de datum zou zijn. Ja. Maar ja, je ziet, ik bedoel, er is niks mis mee. Nee. Het is namelijk voor iemand die een burn-out gehad heeft, is de supermarkt, weet je dat eerder in je praktijk gehoord hebt. Heel heftig. De supermarkt is de hel. Want van alle kanten komen mensen op je af. Zeker nu. Ik krijg nog bijna geen hyperventilatie door dat mondkapje. Maar het scheelt niet veel. Ik heb oordoppen in. Ik doe mijn muts over mijn hoofd. Weet je, ik bescherm mezelf helemaal. Dikke jas aan, ook al is het 30 graden. Ja. Ik vind die supermarkt zo'n jungle. Ja. Weet je, en dan, dat is toch de plek waar we naartoe zouden moeten voor gezonde voeding. Voor die gezonde voeding. Ja, en ik denk dat daarin, wat jij al zei, HelloFresh of zo'n Good to go. Ik weet niet of je dan gewoon snel bij dat baletje waar sigaretten ook worden verkocht, daar moet je zo falen. Of wat ik dus bijvoorbeeld ook vaak doe, omdat ik het dus bijvoorbeeld ook heel druk heb in de praktijk. En dan merk ik ook dat ik ook geen zin heb in boodschappen, want mensen. Boodschappen bestellen. Dat ik gewoon, want bij Jumbo bijvoorbeeld boven de €75. Nou ja, voor 2 weken red ik dat makkelijk. Ja. En dan haal ik gewoon voor 2-3 weken alleen maar boodschappen. En dan kan ik daar lekker lang mee doen. Ik hoef niet meer 10.000 keer die supermarkt in te komen. En als ik dan wel bijvoorbeeld een stukje kipfilet, dan ga ik naar een goede slager of voor naar de visboer. Ja. En daar is het nooit zo heel erg druk. Het enige nadeel vind ik van dat boodschappen bestellen is, ik kan niet zelf mijn broccoli uitkiezen. En meestal pakken ze toch die broccoli. Die kleine. Of die kleine, maar al bruine plekjes op zitten. Ja, dank je er wel dan. Ja, dat is een beetje lastig. Ja, nee, dus daar zijn denk ik ook echt wel dingen voor om dat een beetje of bijvoorbeeld te kiezen voor een wat grotere supermarkt. Ik ga bijvoorbeeld zelf ook wel vaak naar een supermarkt iets verder weg die wat groter is, omdat minder er prikkels? Minder mensen zijn. Ja. En wat is nou de meest gunstige tijdstip om boodschappen te doen? Heb jij dat ontdekt? Denk in de middag. Denk niet na werk, zeg maar. Nee. Na werk, zeker in Amsterdam, dan heb je een soort van bom die ontploft daar. En met corona natuurlijk ook rijden met mensen die dan niet naar binnen mogen. En dan ben ik er wel even gauw klaar mee. Maar ik denk wel dat de kunst ook al is gewoon dat echt vooruitdenken van wat wil je die week eten? Hoe wil je je structuur opbouwen? Ja. Als jij al een beetje het idee hebt van oké, ik ga die curry maken, ik ga die wrapjes maken, ik ga dit maken. Nou, dan kan je daar al gewoon in één keer boodschappen voor doen, zodat je niet elke dag in die supermarkt hoeft te staan. Ja. Nu woon jij samen, hè? Ik woon de helft van de week samen. Ja. Het valt me op dat als ik alleen ben, dat het veel eerder erin sluipt om maar gewoon, shawarma schotel te bestellen of gewoon wat brood met kaas in de tosti. Weet je, ik bedoel, omdat eten voor mij ook zo'n enorme sociale gelegenheid is, hè? Kun je, als jij gewoon alleen bent, kook je dan toch gewoon gezond voor jezelf? Of eet je dan, zeker. Ja, nee, ik heb juist, wanneer ik alleen ben, dan denk ik alleen maar gezonder eet. Ja, nee, ik heb gewoon een vriend die ook donuts in huis haalt en chocola. En ik vind dat natuurlijk ook gewoon lekker. Dus ja, daar neem ik soms ook wel gewoon wat van. Ja. En ik denk als ik alleen ben, dat ik toch wat meer, kijk, dan kan je echt rekening ook met jezelf houden. Hè? Dus dan kan je hoeft niet zeg maar samen met iemand van, oh, wat vind jij lekker? Ja. Wat wil jij eten? Zo saai om het in je eentje op. Kijk, het maken vind ik dan nog wel leuk. Ja. Maar dan zit je hier in je eentje aan die keukentafel. Ja, nee, ik kan er wel echt van genieten. Echt? Ja, ik hou er wel van. Gewoon even lekker. Ga ik ook meestal dingen doen die ik gewoon lekker vind. Zet je dan, doe je dan ook een kaarsje aan, muziekje aan? Ja, zeker. Ja, kaarsje aan, muziekje aan, een boekje erbij. Of toch even die serie kijken. Ja, nee, heerlijk. Quality time met jezelf. Ja. Ja. Want wat doe jij dan als je... Nou, eigenlijk mag je best weten dat dit huis staat als werk in mijn Google Maps. Ja. En thuis is zeg maar home is where the heart is. Ja. Is in Arnhem waar mijn vriendin woont. Ja. Daar kan ik ook veel meer. Weet je, daar ben ik ook een beetje dingen aan het voorbereiden voor het eten en zo. Maar hier is eten gewoon echt een soort moeten. Ja, noodzakelijk kwaad of zo. Ja. En daardoor inderdaad veel. Ik kwam bijvoorbeeld, je gaat lachen, ik weet het nu al. Maar ik was bij de Aldi. Dan kun je al denken, wat deed jij bij de Aldi? Nou ja, ik vind dat leuk, die bak in het midden met die spulletjes. Ja. Ik was daar met mijn ouders. Kwam ik ineens nasi en bami in een blik tegen. In zo'n blik.
Nee, maar dan denk ik... Ja, het zal niet super lekker zijn, maar ik denk dan weer vanuit... Dat is makkelijk. Praktisch. Ja. Dit is nog tot 2023 geldig. Ik heb in ieder geval altijd nasi en bami in huis. Ja. Zo denk ik dan. Ja, en dan, zo denken ook heel veel mensen. Ja. Die denken inderdaad... En dat is dus ook weer die marketing in die supermarkten... die gewoon super goed gedaan wordt. Van, weet je, die inderdaad die nasi of dit in blik... of die pannenkoeken die alleen maar voor te warmen in de magnetron. Ja. Makkelijk. Maar ja, en dat is dus ook een beetje van... Er zijn ook trouwens hele goede dingen. Bijvoorbeeld bij de Albert Heijn heb je dus die soeppakketten... of die verspakketten. Of van die snoeptomaatjes en worteltjes in van die verpakkingen... Ja. die ook heel makkelijk zijn, want dan hoef je het niet meer te snijden. Dus je hebt ook hele goede dingen, denk ik, tegenwoordig. Alleen dat is steeds weer teruggaan naar dat bewustzijn. Wat wil ik mijn lichaam geven? Wil ik lekker makkelijk die nasi, maar... Wil ik dat mijn lichaam geven? Nee, ik denk dat als je er een dot satésaus op doet... proef je er toch niks meer van. Ja, maar ook los van de smaak. Hè, van wat doet dat in mijn lichaam? Vullen. Ja. Ja, niet voeden. Hè? Nee. Waar wil jij naartoe? Wil jij je lichaam verzadigen? Wil je het voeden? Of wil je het vullen? Ja, dat is een goede vraag. Ja, een combinatie. Ik probeer er wel... Kijk, tuurlijk ga ik dan niet de hele week uit zo'n blik eten. Dan weet ik bijvoorbeeld wel... Nee, Dat zou wat zijn, ja. Ik weet dan, morgen eten we weer gezond, zeggen we dan. Vandaag doen we even lekker makkelijk. Ja. Dat is toch een beetje zo dat patroon waar je dan... Maar het slaat inderdaad vaker door naar de kant van lekker makkelijk... dan naar de kant van gezond. Ja. Dat is wel... Want doe je dat dan ook? Lekker gezond, zeg maar. Als je dan zo'n blik nasi dan hebt gegeten... ga je dan ook de volgende dag van... Oh, nu ga ik dan even mijn yoghurtje en dan ga ik... Nu weet ik, morgen ga ik weer naar mijn vriendin toe. En dan, en dan eten we weer gezonder, laat ik het dan zo zeggen. En ik probeer het dan wel... Op te vullen, zullen we zeggen, door een paprika te eten of een banaan of een appel. En dan probeer ik met fruit, probeer ik zeg maar het een beetje te compenseren. Ja, en dat is ook gewoon nogmaals, waar wil je naartoe? Wat vind jij prettig? Kijk, als jij hier niks mee wil doen en je voelt je goed zoals je voelt, dan is het wat mij betreft, ik zou dat dan denk ik toch anders doen, omdat dat niet prettig voor mij voelt. Ja. En wat het betreft het gezondheidsstukje, is het gewoon niet voordelig voor je. Maar als jij je daar prettig bij voelt... Maar kun je eens wat vertellen over de nadelen? Word ik minder oud dan jij? Of, Ja, kijk, dat soort dingen daar, geloof ik ook, daar hebben we kunnen er zeker invloed op hebben door gezonder te eten. Daar zijn gewoon heel veel studies naar gedaan en dat is ook gewoon zo. Maar er zijn zoveel factoren ook weer die dan roet in het eten kunnen gooien. Denk aan inderdaad ook wel kanker. En dat zijn gewoon dingen waar, daar geloof ik ook in van sommige dingen hebben we geen invloed op. Ja. Dus dat, maar zeker hoe word je gezond ouder? Dus je kan oud worden, maar je kan ook heel ongezond oud worden met heel veel klachten. Ja. En daar geloof ik dat voeding, beweging, leefstijl gewoon een hele grote rol in speelt. Ja. Ja. Ja, de mentale kant van de zaak vind ik dan zelfs zo interessant. Ja. Inderdaad. Dat vind ik mooi dat jij er steeds op hamert dat het gewoon voor stress zorgt. Ja. Dat voeding, of slechte voeding, zorgt gewoon voor stress. Ik heb nog eens een keer iemand hier geïnterviewd over. Hoe heet die man alweer? Jurgen Spelbos, zegt die naam je wat? Ja, Jurgen, ja. Niet hij heeft ook een boek uitgebracht. En hij zegt dus ook, slechte voeding zorgt voor angst. Hij zegt zelfs dat je daar angstig van kunt worden. Ja, zeker. Ja, prikkelbaar. Ja, je lichaam, die stressas die gaat aan. Dus die spijsvertering gaat uit. Die hormonale cyclus, voornamelijk bij vrouwen, werkt dat gewoon heel erg daarop. Geraakt in een disbalans. Schildkliermetabolisme, waardoor je ook je stofwisseling minder goed gaat. Ja, dat kan je super prikkelbaar maken. En het zicht, want ik zie je wortelen liggen. Wortelen, vitamine A, beta-carotene. Ga je echt beter van kijken? Ja, daar zijn studies naar gedaan. Ik durf niet zo eens te zeggen of daar super veel bewijs voor is. Maar zeker, dat is ook een beetje met de ortomoleculaire gezondheidszorg. Hè? Dus daar heb ik het vorige podcast over gehad met een afgestudeerd arts die ook de ortomoleculaire kant op is gegaan. Het is gewoon heel belangrijk dat het en onderzocht is, maar ook dat het veilig is. Dus dat je gewoon gaan wortel eten. Ja, je gaat er niet dood van. En dan kan je inderdaad zien van oké, gaat dat dus inderdaad wat aanzetten of merk ik dat dat beter wordt. Hmm. En sushi? Sushi, ja. Is dat gezond? Sushi aan de rijst wordt vaak ook wel suiker toegevoegd. Ja, het is best wel zoet. De vis, dat ligt volgens mij heel erg aan waar je de sushi vandaan haalt. Dus inderdaad, bijvoorbeeld waar ik het over had, omega 6 werkt ontstekingsbevorderend. Kweekvis krijgt vaak omega 6 voeding. Dus als je echt die goede vis wil, dan wil je een omega 3 vis die lekker wild gezwommen heeft. Dus dat ligt ook een beetje aan welke
tent je het vandaan haalt natuurlijk. Maar er zat ook gisteren zat er ook avocado in. Ja, nou, een avocado is heel gezond. Allemaal zo'n piepklein stuk. Ja. Kan er nou geen pil uitgevonden worden die gewoon ervoor zorgt dat je meteen voor de rest van de dag alle voedingsstoffen binnen hebt die je maar en dat je dan de rest van de dag gewoon lekker mag doen waar je zin in hebt. Ja, nou ja, als je zo'n pil hebt, dan de rest van de dag niet eten. Nee. Ja, of in ieder geval. Ja, nee, je hebt al heel veel. Kijk, sowieso voedingssupplementen zijn dit soort pillen. Die zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld dus die vitamine C in kan nemen. Ja. Of dat jij B12, als je een B12 tekort hebt, dat je dat kan innemen. Maar ik geloof allereerst dat je het vanuit die voeding moet halen. Want dat is het begin van deze podcast. Dat zelfherstellend vermogen, dat ja. ondermijn je als je alleen maar belastende voeding eet. Dus daar kan je niet tegen opslikken. Hmm. Jammer. Dus het is altijd eerst gezonde voeding. Eigenlijk allereerst stressmanagement. Allereerst, hoe zit ik in mijn vel? Hoe voel ik me? Slaap ik genoeg? En ook wel bewust zijn van je gewoontes. Van wat doe ik nu precies? Beweeg ik genoeg? Heel erg bewust gaan naar, oké, wat is dus nu mijn structuur? Wat doe ik nu precies? Mm-hmm. En daar niet overheen walsen. Dus niet van, ik doe het eigenlijk allemaal prima. En nee, gewoon, wat doe je nu precies? Eerlijk zijn naar jezelf. En dan daarna inderdaad gezonde voeding. Ga kijken hoe je dat meer kan implementeren. Hoe je dat meer kan uitbreiden. Dus waar ik het al over had. Ga naar die drie maaltijden. Eet daarvan 2 keer groente bij een maaltijd bijvoorbeeld. En zo kan je dat steeds stapsgewijs uitbreiden. Ja. Voor jezelf. Tot hoe ver je wil gaan natuurlijk. Maar daar moet ik dan wel niet weer perfectionistisch in worden, toch? Want... Nee, en dat is dus dat loslaten weer. Hè? Dus dat leer ik ook mensen heel vaak van, joh. Oh, en dat heeft ook weer met dat eerste puntje, met die stressmanagement te maken. Van wat geeft jou stress en wat zijn je energy givers, wat zijn je energy drainers? Ja. Die twee tegenover elkaar zetten. Ja. En als jou het energie geeft, wat mij bijvoorbeeld energie geeft, is toch wel dat wijntje in het weekend. Dat vind ik heerlijk. Ja. Ja, waarom zou ik dat er dan uithalen? Wanneer heb jij nu van vandaag voor het laatst iets gegeten? Om 12 uur, denk ik. Ja. Wat? En het was ook mijn eerste maaltijd. Oh. Maar dat komt eigenlijk, ik doe niet dus per se aan het intermittent fasting elke dag. Dat is gewoon heel erg ook hoe voel ik me, wat zegt mijn lichaam. En dus bewust ook gaan kijken, ga ik uit automatisme eten nu omdat ik moet ontbijten? Ja. Of zegt mijn lichaam dat ik moet gaan eten omdat het iets nodig heeft aan energie? Oké. Ja. Dus dat ontbijt als een koning, lunch als een admiraal, keizer. In ieder geval, het ontbijt is voor jou dus niet de allerbelangrijkste eetmoment. Nee, het gaat bij mij voornamelijk om dat je je lichaam echt voedt. Dus dat het de voldoende energie binnenkrijgt en de voedingsstoffen die het nodig heeft. Maar jouw lichaam kan perfect zelf ook aangeven van nu moet je wat eten. En wat Richard de Lette ook in jouw podcast heeft gezegd van inderdaad, elke keer dat wij eten, zet het een ontstekingsreactie aan of belast het jouw systeem. Nou, daar ben ik ook wel van mening. Want elke keer dat wij wat eten, moet die spijsvertering worden aangezet. Ja. Dan moet het lichaam werken. Dat kost energie. Dus je kan beter in minder eetmomenten voldoende eten. Dus dan gaat het niet over minder eten, maar voldoende eten. Ja. Dan dat je 6 keer op een dag en dit en dat en zo en zo. En hoe weet ik nou of ik voldoende gegeten heb? Vind ik altijd lastig in te schatten. Ja, nou, of je dus verzadigd bent, is dat of je meerdere uren achter elkaar zonder voeding kan. Hmm. Ik weet niet hoe laat het nu is, maar ik heb nu om 12 uur een... Bijna 4 uur. Ja, een shake op met eiwitten, met avocado, vetten dus, met een courgette erin, met fruit. Toen heb ik nog 2 rijsttafels genomen met wat hummus. Nou, en ik heb nu nog geen trek. Dus jij gaat zo door de McDrive? Nee. Ja, dus ik ga zo meteen mijn kip 20 halen. Wanneer ben jij voor het laatst in de McDrive geweest? Even gewetensvraag. Ik denk 2 maanden geleden. En toen kip 20 met zoetzure saus? Of... Nee, mijn vriend die houdt quarter pounders altijd zijn ding. En soms dan denk ik ook, ik heb wel altijd met McDonald's, dan ga ik het eten. Denk ik, oh, lekker, even dat frietje of zo. En dan daarna voel ik me een partij slecht. Smeren ga je ervan voelen. Wat is dat? Ja, dat is gewoon vooral die suikerdip die je daarna... Daar heb ik dan voornamelijk heel... Dat voel ik gewoon meteen aan mijn lichaam. Dat ik denk, jeetje, dat moet nu werken om dit allemaal weg te werken. Nee, dat is echt niet best. Dus ik ga niet nooit naar de McDrive of naar de McDonald's. Maar ik probeer het niet te vaak te doen, nee. En is het nou waar dat ze in dat soort dingen, chips, hamburgers en zo, ook stofjes duwen die jou doen verlangen naar de volgende shot, zullen we maar zeggen, van dat spul? Nou ja, dat is sowieso volgens mij ook heel veel studies naar gedaan, dat vet, zout en suiker, dat die drie dingen... Gecombineerd?
En zeker als het gecombineerd is, dat dat iets opwekt in onze hersenen, dat ons meer ervan doet eten. Ja. Dus dat 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 heeft ook, zeg maar, uit de oertijd onze voorkeur. Hè? Dus wij van vet en van suiker kregen we energie of konden we langer op doorgaan. Ja. En daardoor, en nu kunnen we dat, wij zijn nu in overvloeden, krijgen wij eten. Wij kunnen dat onderscheid ook niet meer maken. Dus nu wanneer wij, bijvoorbeeld een McDonald's eten, dan op dat moment is dat lekker, want energie en dan kunnen we lekker doorgaan. Maar hoe vaker je dat daarmee belast, hoe meer dat systeem eigenlijk ook achteruit gaat. Want dat wordt gewoon belast met die suikerpieken, met die vet. Dat is niet best. Geen McDonald's voor mij vandaag. Je gaat hier alles eten wat op tafel staat de hele dag. Er ligt nog een... Hoe heet zo'n groente nou weer? Het hele gekke groente. Aubergine ligt nog in de koelkast. Oh, het is lekker. Ja. Toch? Vind je dat lekker? Ja, mijn moeder heeft het klaargemaakt. Ik heb de rest meegenomen. Ze vond het wel moeilijk om klaar te maken. Hoe maak je eigenlijk een aubergine klaar? Ja, gewoon lekker in de pan grillen. Of als je een barbecue in de tuin hebt staan, lekker gewoon half door de helft snijden. Ja. En lekker erop leggen met heel veel kruiden. Kaas en gehakt erin. Nee. En dat is ook vaak met groenten. Hè? Want mensen vinden dan vaak, groenten is saai. Ik weet niet hoe ik het moet eten of hoe ik het moet bereiden. Kruiden. Kruiden die maken gewoon de smaak van een product. Dus, en kruiden werken bijvoorbeeld ook heel erg geneeskrachtig. Dus bijvoorbeeld koriander kan ook helpen toxines uit het lichaam te sturen. Dus om die lever wat meer aan te zetten. Om die nieren wat meer te ondersteunen. Dus kruiden zijn niet, behalve smaakmakers, ook echt gezonde producten. Dus echt ik zit hier gezonde met een kruidenvrouwtje. Ja, een kruidenheks. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, ik denk dat we er zo'n beetje zijn. Ik denk het ook wel. We hebben twee mooie gesprekken opgenomen over voeding. En dan is het woord ortomoleculair maar één keer, nu twee keer gevallen. Want in het begin van jouw Instagram op Nourish the Flourish kwam je met hele lange teksten. En dat vond ik interessant. Wacht, ik pak ze er nog even bij, hè. Ja. Zonder dat ze dat eigenlijk gemist hebben. Er waren er één of twee die me heel erg... allereerst gefeliciteerd, want je bestaat een jaar. Ja, dankjewel. Met het bedrijf. Je hebt ook een speciale actie? Ja, nu tot en met 9 mei. 20% korting op de hele webshop met de code JARIG. En even, moet ik het goed zeggen, inderdaad 10% korting. En dan moet je me gewoon even mailen op de onderzoek in combinatie met een traject. Dus dan heb ik het over een voedselintolerantieonderzoek of een vitamine D-statuscheck. Oké. Okay. Ik weet niet of we het nog gaan redden voor 9 mei, maar er komen vast ook nog andere leuke acties aan. Hè? Zeker. Langdurige stress hebben we het over gehad. Omega-3 vetzuren hebben we het over gehad. Over slaap. Mag ik daar nog één ding over vragen? Het is mij wel eens verteld, als jij niet genoeg slaapt, dan maakt je lichaam het hormoon niet genoeg aan wat jouw hongergevoel regelt. Klopt dat? Leptine. Ah, leptine heet dat. Klopt, zeker. Ja, dat is. Daar moet ik eerlijk over zijn. Dat weet ik niet precies hoe dat nu helemaal aangezet wordt. Maar dat heeft ook weer te maken met stress. En dat stresshormoon, dus die cortisol, insuline, minder gevoelig voor. Dus meer suiker, meer trek. Dus dat heeft allemaal, dat staat allemaal met elkaar in verband. En leptine die speelt daar dus. Er zijn inderdaad onderzoeken gedaan dat leptine dus minder aanwezig is. Ghreline is ons hongerhormoon. Leptine ons verzadigingshormoon. En dat leptine dus minder goed zijn werk doet als wij minder goed geslapen hebben. Ja. Dus dat klopt. Oké. Okay. En mijn allerlaatste vraag is, jij bent dus niet zo kapot van zo'n detoxweek, hè, zo'n sapkuurweek. Ja. Is er dan iets anders wat je wel kunt doen om dat lichaam eens een keer... Ik heb zelfs er een keer over zitten denken, stop dan maar zo'n slang in mijn kont. En, zo'n klisma. Ja, en spuit het maar helemaal leeg, die darmen. Want je zou zo graag, net als bij een computer, een keer de harde schijf willen formateren. Ja. Gewoon Control, Shift, Delete... Alles, dat je eens een keer weer met een blanco blad kan beginnen. Ja. Bestaat dat? Nou, ik vind het mooi dat je dit nu zegt. Want dat is ook wat vaak mensen willen, hè? Die quick fix. Ja. Een knopje op En dan een gezonde start maken. Ja, en dat... Als een nieuwe relatie met je lichaam. Ja, en dat is wat betreft voeding, denk ik... niet iets wat duurzaam is. In de zin van dat je niet een langdurige gedragsverandering aan kan brengen door... Even die detox, want dat is heel, net zoals een dieet. Dat is heel extreem. Ja. Dat is heel erg van, nu 4 dagen alleen sappen. Of alleen 3 maaltijden met heel weinig eten bijvoorbeeld. Ja.
En dat daarna, wat ga je daarna doen? Ga je daarna dus wel weer die McDrive door? Nee, je hoopt dat je dan daarmee zeg maar een soort reset. En dat je dan vanaf dat moment ook gewoon... Ja, en daar geloof ik heel erg in. Dus dat in mijn praktijk bied ik dan een detox aan van 4 dagen met gewoon voeding. Dus gewoon sappen, salade, soepen. Ja. Of een curry zelf zit er in die detox. Waardoor je gewoon kan eten en gewoon het gevoel hebt dat je gewoon op een gezonde manier je lichaam aan het ondersteunen bent. Ja. En daarmee hoop ik dus te bereiken dat mensen na die 4 dagen dan zelf die keuzes kunnen maken. Ja, maar dat je dan ook voelt wat het met je doet. Hè? Weet je, we hebben het nu over je voelt wat McDonald's met je doet. Maar als je inderdaad eens een dag of 4, 5 toch een soort, ja, soort van reset. Een soort stok achter de deur. Ja, ook, dat je denkt, wauw, ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. Hier ga ik mee door. Ja. Dat zou misschien nog wel een idee zijn. Ja, nou, en dat is zeker, dat is ook zeker de hele insteek van die detox die ik aanbied. Juist echt als reset of eventjes weer. Ik heb ook wel eens klanten die al een half jaar bij mij lopen en het daarna nog doen. Om gewoon weer eventjes weer te geremind te worden aan, oh ja, dit was het inderdaad. Maar wanneer je bijvoorbeeld, dat zie ik ook heel veel mensen inderdaad, die sappenkuren doen of eventjes tussendoor. Ja, dat gaat geen gedragsverandering aanzetten. Nee. Dan zou je echt langdurig moeten afvragen, oké, welke veranderingen wil ik doorvoeren in mijn voedingspatroon? We zijn er maar steeds naar op zoek. In de spirituele wereld kom ik veel mensen tegen die ayahuasca gedaan hebben. Ja. Heb jij dat ook gedaan? Nou, ik heb toevallig, even kijken, 4 juni ga ik ayahuasca doen. En wat is dat? Ja, dat zijn dus, het is eigenlijk, dat is ook een plantmedicijn en dat is vanuit truffels. Oké, okay. Ja. Het schijnt iets minder iets heftig. Iets minder heftig, ja, ja. Ja, en ook niet verboden, want dat ayahuasca is... Ja, nee, vandaar ook inderdaad. En het is ook een bewuste keuze, want ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet echt iets waar ik een hele grote vraag of iets dergelijks. Maar ik ben gewoon heel nieuwsgierig. Dus ik vind het gewoon prima om op een rustige manier dat een keer te ervaren. Ik denk dat er bij mij namelijk wel wat trauma op eten zit. Ik heb daar laatst over zitten nadenken. Bij ons thuis, het meest spannende moment van de dag was eigenlijk als ik met mijn vader en mijn moeder en mijn broer aan tafel zat. Mijn vader had al behoorlijk zitten pimpelen. Mm-hmm. En er was bijna, wat ik me kan herinneren, bijna altijd spanning aan tafel. Mm-hmm. Dat is natuurlijk niet goed. Nee. Want je wil ontspannen eten. Dus wat je inderdaad vaak ziet, is dat je dan maar ging wegschrokken om zo snel mogelijk weer van die tafel af te zijn. Of dat mijn vader weer zat te klagen tegen mijn moeder dat het vlees niet goed was. Of mijn vader had helemaal geen honger en at maar 3 happen. Weet je, er zit bij mij, als er al ergens trauma op zit, denk ik dat op het avondeten, op het diner, zit bij mij wel een ja, daar zit lading op of zo. Ja, en ook omdat je dan, denk ik, daar aan refereert van, oh inderdaad, die 3 happen van, oh, moet ik dan ook 3 happen nemen? Of wat zijn dat voor, daar krijg je een relatie mee aan. En dat is wel mooi om te onderzoeken inderdaad. Als jij merkt dat je daardoor beperkt wordt op dit moment in jouw gezondheid of in qua voeding of keuzes qua voeding die je maakt, dan zou het heel mooi zijn om daar op een bepaalde manier, maar dat kan ayahuasca zijn, maar dat kan ook met een coach zijn, om praten zijn, om daar naar op zoek te gaan van wat is dat dan? Want jij duikt niet zozeer in de psyche van de mensen qua eten? Of? Minder. Ik kijk dus heel erg naar dat stukje stress. Dus wat zijn de stressoren? Wat zijn de onderliggende overtuigingen bijvoorbeeld? Wat dus inderdaad wat jij nu vertelt, nou ja, dat zou dus een trigger kunnen zijn. Nou ja, en hoe kunnen we dat omdraaien? En hoe kan je daar van afkomen wellicht? Dus ik ga daar wel, ik schenk daar aandacht aan, maar ik verwijs ook regelmatig door naar coaches inderdaad. Ja, jij kijkt echt naar van wat stop je erin? Ja. En wat doet de motor ermee? Ja. Ja. Nou, interessant. Nou, dankjewel voor je komst en ook leuk om in jouw podcast te zijn. Mocht je het andere gesprek dus nog niet gehoord hebben, waarin Sophie ook best wel persoonlijke dingen vertelt, check dan Leven Zonder Stress, de podcast. Superleuk. Dankjewel voor dit gesprek. Ik vond het ook leuk. Dankjewel.